Welkom! Welkom terug bij Gamers en Gear. Waar je wekelijks de laatste tech, gear, hardware, gadgets, als het maar iets met games te maken heeft, dan willen wij het behandelen. En dat vind je hier bij Gamersnet Gear. Kom erbij, kom ga lekker zitten. Ga zitten. Pak een kaakje en een kopje thee. Of een kopje koffie en blijf lekker gecaffineerd meekijken. Het is weer tijd voor een MSI monitor. Want MSI heeft denk ik een jaar of twee geleden al zoiets van, weet je wat, allemaal leuk dat we die hardware maken. Ja, we doen er niet genoeg. Ja, zullen we anders gewoon naast toetsenborden, headsets, bare bones, laptops, alles, zullen we ook gewoon eens een keer schermen gaan maken. En dat doen ze in de Optix serie. En dan zijn ze een heleboel zaadjes zijn ze aan het planten van, oh, we doen een keer zo'n schermpje, we doen een keer Curved, en we doen een keer 32.9, veel te lijp en alles. Nee, je hebt ze laatst aangekondigd. Moet je echt even opzoeken. De Mac 32.9 nog wat. Dit is echt eentje van gewoon 32:9. Dat is een beeldverhouding die 49 nergens meer was het, toch? Wat was het? Het is 49 inch, maar het is 32:9 beeldverhouding. Dus dat is 49 inch. Ik hoop dat ik hem ooit mag reviewen, maar dan gaan we nu niet. We gaan nu terug naar 24 inch. We gaan gewoon naar 24. Dit is een klein... Oké, Peter heeft een wat kleiner, bescheiden Optix monitor als je mogen reviewen. Dus het is 24 inch. Hij is gewoon 16:9, dus niet ultra-wide. 1080p, als ik het goed heb. Ja. Ja, wat doet dit beestje allemaal uniek? Nou, hij heeft sowieso 144 hertz. Dat is natuurlijk al relaxed. Nice. Je kunt er gewoon Counter-Strike op spelen zoals het bedoeld is, met 1 milliseconde vertraging. Dus ja. Niet. Ja, dus eigenlijk het laagste. Ja. Het laagste van het laagste. Dat is eigenlijk het is gewoon echt een gamingscherm. En hij is gemaakt voor de spelers die eigenlijk in de shooters zitten, lijkt me. Ja, natuurlijk kun je ook je League of Legends, et cetera, er ook op spelen. Maar de specs zijn zo bedoeld dat het eigenlijk gemaakt is voor de shooter-fan. Ja, of in ieder geval competitive, dat je gewoon snel moet reageren. Dus oké. Absoluut. Maar hij is dus wel iets kleiner, maar hij is wel mooi curved en dergelijke. Hij is mooi curved, of tenminste, hij is gewoon curved. Ik hou zelf heel erg van curved. Mijn eigen schermen zijn allebei ook curved. Ik vind het gewoon vet, dan zit je er net wat meer in. Ja, en dan heeft hij ook nog eens een keer zo'n heel dunne bezel. Waardoor je, als je er meerdere hebt, dan kun je zo'n hele setup om je heen bouwen. Ja, je kunt er natuurlijk vijf naast elkaar zitten. Dan ben je helemaal zo... Dan ben je rond. Ben je rond, ja. We moeten even iemand de wiskunde doen. Het is 1500R. Is het 5 dan genoeg om rond te komen? Nee, ik ben benieuwd. Ben je voor de helft, denk ik. Ja, misschien. En hij heeft... ik vind het een heel stijlvol scherm. Hij is wat anders dan de andere gaming dingen van MSI. Ik vind hem iets... Hij is wel gewoon zwart, maar ik vind de logo-voering en de poot vind ik gewoon wat stijlvoller dan heel veel andere. Ja, gewoon het is een beetje die drietand. Het is een drietand, maar gewoon wel wat netter of zo. Ja. Het is niet drie enorme voeten. Het is gewoon netjes stijlvol. Ja, strak. Zoals het hoort. Weet je, het draait echt om de beeldkwaliteit. Dat is wel duidelijk. Ook met die dunne lijnen en zo. Je moet echt het beeld ingezogen worden. Ook al is hij wat kleiner, hij is natuurlijk wel gewoon curved. Hoe is het beeld? Hoe zijn de kleuren? Nou ja, weet je, ik vind het altijd heel erg moeilijk bij beeldschermen. Omdat ik nooit een beeldscherm zie waarvan ik denk, wat een lelijke kleuren. Ja, dat, over het algemeen hebben we gewoon heel veel goede schermen. Ja, want de schermen van tegenwoordig, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, zijn er gewoon. Weet je, of jij nou kiest voor 4K of HD, dat is de keuze die je maakt. In dit geval kies je gewoon voor een snelle beeldratio en voor HD, daar heb je voor gekozen. En dat doet het gewoon heel goed. Dat brengt het heel erg goed in beeld. Het is niet meer zo tegenwoordig van, oh ja, maar als ik dan, dat was weer met plasma, hè. Oh, ja. Plasma, zwart is zwart, wit is wit, witter dan wit. Ja. Dat is al zo. Nou ja, goed, dat is natuurlijk, sommige schermen verschillen nog een beetje. Ja, en je wil natuurlijk altijd naar die sRGB of die Adobe RGB. Of je wil in ieder geval op dat spectrum zitten dat de kleuren het meest realistisch zijn. Maar je hebt gewoon het idee dat hier gewoon goed dat zit. Is gewoon helemaal prima. Ja. Maar deze heeft wel een selling point waar ik niks van snap. Wat? AMD FreeSync? Mystic Light. Oh, Mystic Light. Mystic Light is natuurlijk de MSI's variant op Aura Sync of Razer Chroma. Of en whatever. Dat is heel erg vet. Want op de achterkant van het beeldscherm kun je lampjes instellen, LED-lampjes, alle kleuren van de regenboog. Kun je helemaal instellen. En als je hem voor een witte muur zet, is dat heel tof. Want dan zie je achter op de witte muur, à la een soort van Ambilight, dat wij hier achter ook hebben, kun je dan je muur, zeg maar, wit maken. Maar met games is het gewoon, ik wil dat met games. Maar dat ja, je is wil niet. Dat synchroniseert, ja. Ja, ja. Maar Mystic Light is MSI's eigen ding. En bijvoorbeeld, we hebben een tijdje terug een Optix scherm gehad die ook allerlei lampjes had op de voorkant en op de achterkant. De achterkant vond ik toen compleet nutteloos verder. Maar die werkte staat op... die dicht bij een witte muur? Nee, dat was niet bedoeld om te reflecteren op de muur, maar dit dus schijnbaar wel. En dan vind ik het ineens een heel stuk nuttiger. Want dat was gewoon zo van, ja, dan kan iemand die tegenover je ziet, die kan dan in Counter-Strike zien wat je health is. En precies van, ja, dan kan hij ook gewoon vragen, dan roep ik het wel of zo. Ja, precies. Maar dat werkte op SteelSeries Engine. Nu, met dit geval, is het dus gewoon Mystic Light. Dus nu is het MSI's eigen software. Ja, dat betekent dus dat je de lampjes van heel veel dingen, ook heel veel derde partijen dingen, dus van Coolmaster en zo, kun je laten synken met je beeldscherm. Wat heel vet is, alleen ik wil dat ook gewoon met games. En dat doet MSI nog niet. Nee. Daar hadden ze altijd SteelSeries voor en zelfs bij SteelSeries zou ik zeggen... Is het alleen Counter-Strike en Dota 2? En Minecraft. En Minecraft. En Discord. En Discord. Maar verder niks. Dus dat vind ik wel een interessant punt, want iedereen probeert nu zijn eigen software voor al die lampjes te krijgen en het is een beetje hit or miss.
of je er echt helemaal mee uit de voeten kan of niet. En ik heb het idee dat jij hier dus ook niet zo heel erg te spreken bent over Mystic Light. Nee, want ik vond de software moeilijk te bereiken. En ik vind de software, ja, weet je, je kan instellen van wat voor soort genre je aan het spelen bent. En dan stelt hij daar het beeld voor in. Maar voor het Mystic Light zelf, ja, weet je, het kan hetzelfde. Het kan glowen, zeg maar, van links naar rechts. Ja. Het kan pulseren, weet je, dat soort dingen kan het wel. Alleen ik vraag me af, wat is daar eigenlijk de bedoeling van, ik wil dat gewoon in games. Ja. En ik snap niet dat daar geen software voor te maken is, dat de software niet... Ik bedoel, Philips had natuurlijk die beeldschermen waar je televisie, dan zag je achter je televisie, zag je het licht van het televisieprogramma om je beeldscherm. Ja, dat doet dit daar niet. Is de televisie niet voor ontworpen hoor, het televisieprogramma. Dat doet dat ding zelf, die kleuren bekijken en die doet dat dan achter je televisie. En dat doet MSI hier dus weer niet. En dat doet MSI hier dus niet. Nee. En dan denk ik, waarom kan die software dat niet? Zodat ik gewoon, als ik zeg maar, ik ben nou bezig met Fallout 4, als ik Fallout 4 speel, dat de verlichting van de Wasteland een klein beetje achter mijn beeldscherm terugkomt. Ja. Want dat hebben ze in principe al technisch. Alleen qua software matig niet. En dat snap ik niet. Ik denk dat moet kunnen. Maar goed, dat kan nog geüpdate worden. Dat is wel en dat hoop fijn. Ik dan maar. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, het scherm zelf, fysiek, is in orde. En het schildje vind ik mooi. Dat wil ik even zeggen. Het is een schildje bovenop de voet van MSI. En ik hou van het schildje. Het mooi draakje. Ja, maar Lucky. Het is nu... Ja, Lucky. Maar het is stijlvol. Er zit een relief in en vind ik gewoon mooi. Ja, je gaat het nooit zien. Maar hey, dat is toch mooi. Ja. Dat is afwerking. Dus qua hardware en alles is hij prima. Maar wat is de prijs dan precies? €2,69. Iets duurder dan de oude? Ja, maar hij is nog niet verkrijgbaar. Inmiddels misschien wel, want wij kijken dan gewoon op Coolblue. En daar hadden ze hem in de pre-order staan. Dus dat is de richtprijs. Ik vind monitors altijd relatief goedkoop. Als ik zie maar het vergelijk met zeg maar, wat je voor die prijs... Weet je, ik vind... Ja, dit is niet... Nee, maar sowieso alle monitors vind ik goedkoop. Ja, behalve die nieuwe van Asus. Maar ik bedoel, over het algemeen vind ik monitors nooit heel erg prijzig. Het ligt er maar net aan waar je gaat kijken. Je ziet gewoon dat nou heel veel fabrikanten bezig zijn met een budgetmodel uitrollen. Ja. Dat ze zeggen van, oh kijk, we doen iets nieuws, maar we proberen het betaalbaar te krijgen. Maar als je echt monitoren wil, dan kun je echt wel dure vinden. Ja, maar dat is natuurlijk met alles. Dat geldt ook voor, zeg maar, weet ik veel, fietsen. Ja, hele goede fietskosten. Heel veel geld. Volgende week in Gamers and Gear. Een fiets. De nieuwe racefiets van Batavus. Hoe is die? Hoe zit die? We gaan het ontdekken. Ik zou die race best vet vinden en dan gamen. Ik bedoel, ik game op mijn home trainer. Dus ik zou zo moeten kunnen gamen. Dat klinkt echt super verantwoordelijk als je op een Switch door de stad gaat fietsen. Ik weet niet, Batavus, als je kijkt, leuke content hoor. En kost bijna niks. Pling. Nou, dat was het in ieder geval voor de MSI Optics Mac 24-1 CR. Die binnenkort gaat verschijnen voor waarschijnlijk ongeveer €270. Peter, bedankt voor het reviewen. Geen probleem. Natuurlijk, als je meer wil weten, lees het allemaal na. Zoek op gamerset.nl, zoek op MSI. Allemaal veel meer dingen te vinden. Maar natuurlijk ook wekelijks nieuwe tech gear gadgets. We reviewen het allemaal. En natuurlijk al het laatste gaming nieuws vind je op gamersnet.nl. Vertel ons wat je denkt van deze prachtige monitor. En tot de volgende keer een andere video of een ander stukje content van gamersnet.nl.